Yes, we zitten nu weer in de studio, want ik had afgelopen week een mastermind met mijn Golden Circle. En Helga is een van de deelnemers, een van de Goldies. En we hadden een geweldige mastermind. En we hadden de eerste dag van de mastermind en Helga die zat daar. Maar weet je, ik heb me ook niet zeg maar mega verdiept altijd in wat iedereen nou doet en waar iedereen mee bezig was. Maar ik trok me al wel een beetje de aandacht, dat ik dacht, wat doet ze nou precies? Maar ik dacht eerlijk gezegd dat jij iets met boekhouding of weet je, omdat je financieel blij of zo, weet je toch, heet je bedrijf financieel blij. Dus ik dacht, zij doet iets met boekhouding of weet je, zo'n soort bedrijf heeft ze. En de volgende dag gingen de deelnemers van de groep brainstormen en masterminden met elkaar. En toen waren er een aantal van jouw groepje en die zeiden tegen jou van, ja, jij moet ons steeds, jij moet jouw verhaal vertellen, jij bent echt zo'n topondernemer. En toen zei jij volgens mij, jij wilde volgens mij iemand anders graag het podium geven. Ik had ook de opdracht gegeven van de meest introverte persoon, die mag daar gaan staan. Nou, dat ben ik dus totaal niet. Nee, dat is heel gaaf. Is dat ook helemaal niet? Nee. En, maar ik was gewoon zo nieuwsgierig naar je verhaal. En ik had het verhaal natuurlijk nog helemaal niet gehoord. Dus ik dacht, ik wil dat verhaal wel eens horen. En toen ging jij op dat podium staan. En nou ja, volgens mij dacht jij ook eerst van, nou, ik ga gewoon maar wat vertellen. Ik ga mijn verhaal vertellen. En toen vertelde jouw verhaal over je geniale online verdienmodellen. En natuurlijk ook zeg maar gewoon alles wat je eromheen had en neergezet. En dat vond ik zo boeiend en zo fantastisch dat ik zoiets had van, nou ja, iedereen moet jouw verhaal horen. Iedereen krijgt hier inspiratie door. En ideeën door. Of ook vond ik dat jij heel erg in je verhaal vertelde van, alles is mogelijk. In alles kan je een verdienmodel creëren. Maar ook van waar een wil is, is een weg. Zeker weten. Ja, dus even in het kort. Wie ben je? Wat doe je? Nee, dat doen we misschien. Van hoe ben jij gaan online ondernemen? Ja, daarmee in aanraking gekomen. Dat is misschien de eerste vraag die ik het beste kan stellen. Nou ja, hoe ben ik gaan online ondernemen? Laat ik maar gelijk vertellen waar het om gaat. In 2012 heb ik 6 haakpatronen ontworpen van muizen. Nou, daar heb ik in een boekje uitgebracht en dat boekje is verkocht en het is behoorlijk goed verkocht. Ik heb wel meer dan 25.000 exemplaren van verkocht. En het is eigenlijk een aantal jaren zo doorgegaan, totdat op een gegeven moment dat ik dacht van, nou, in dat boekje zat geld. Dus jij kwam, maar even terug hè, haakpatronen van muizen gaan ontwikkelen. Hoe kom je bij het idee om van muisjes haakpatronen te gaan maken? Nou, ik kom uit Elburg. Ja. En we hadden eigenlijk altijd een groot evenement aan het eind van het jaar, Kerst in de Vesting. En dat speelde zich af in 1920, een beetje Dickens-stijl-achtig evenement. Dus ik zocht iets wat daar een beetje bij paste. En wij hadden op dat moment een burgemeester in Elburg. En ik moest altijd aan een muis of zo denken als ik die man zag. Waarom? Weet ik niet, want hij lijkt er helemaal niet op of zo. Maar ik had altijd dat gevoel, maar ook van lekker veel bij elkaar en groepjes. En toen kwam ik in één keer, ik dacht, goh, ik zal eens een keer een muis gaan haken. Nou, dat werd heel leuk. En mijn eerste muis was dus ook Frans de burgemeester. Dat was mijn eerste muis. En toen ben ik gaan kijken van, welke prominente figuren heb je dus in Elburg? En heb je bijvoorbeeld Wippe de Visboer. Die staat altijd met zijn viskarretje midden op de vismarkt. Dus ik ben Wippe de Visboer gaan ontwerpen. We hebben bij ons het Leger des Heils, wat heel actief was tijdens zo'n kerstevenement. Ben ik Sjaan de Helsoldaat gaan ontwerpen. En nou, 2 muisjes in een beetje Veluws en Elburgs klederdracht. En dat zijn dan eigenlijk de opa en oma van mijn vader, Manus en Beia. Dus ik ben eigenlijk zo allemaal van die muisjes gaan ontwerpen. Heel veel mensen zeiden van, oh, maar daar wil ik wel het patroon van. Toen dacht ik van, nou, laat ik er een boekje van maken. Ja, dus in Elburg kreeg je steeds meer de vraag van mensen die zoiets hebben, dit vinden we zo leuk. Ja, dus ik heb dat boekje gemaakt. En dat boekje, nou, dat ging echt wel heel snel rond al op het internet.
Zo van, nou ja, daar en daar kan je het boekje kopen. En was het dan echt alleen in Elburg of is dat gewoon ook door heel Nederland? Nee, door heel Nederland, België. Maar tegenwoordig is het ook Zweden, Finland, Oostenrijk, in Afrika zelfs heel veel. Het gaat echt wel de wereld rond. Dus inderdaad, dus het dorpje Elburg wordt door jou bekend, door de muisjes die jij hebt ontworpen. Ja, het is een vestingstadje, ja. Dus vandaar heten de muizen ook vestingsmuizen. Ja. Nou, en ik dacht van, nou ja, weet je, ik heb toen dat boekje ontworpen, goed verkocht. Toen het niet meer verkrijgbaar was, ben ik het online gaan verkopen. En daar heb ik ook, nou, weet ik hoeveel van verkocht. Ja, dus eigenlijk, dat was het idee van 25.000 boekjes had je ervan verkocht. Toen was het op een gegeven moment, dacht je, ik ga het niet meer laten drukken. Nee, want ik dacht, als ik nu weer een paar duizend boekjes laat drukken, zit ik er straks allemaal mee. Hè? Ja. En dan, dan raken ze misschien wel niet meer kwijt. Dus laat ik ze gewoon maar online, gewoon digitaal aanbieden. En dat is gewoon heel goed gegaan. Toen dacht ik, nou, daar wil ik een vervolg op. Dus ik ben een kerstboekje gaan ontwerpen. En daar was gelijk alweer heel veel vraag naar. En toen dacht ik, en nu moet ik verstandiger zijn. En dat was in een beetje oktober, november 2019. Ik dacht, nu moet ik dat aanpakken. Ik moet gewoon een vestingsmuizenclub gaan beginnen. Online. In een soort soort forumachtige groep, besloten groep, waar mensen lid kunnen worden en dat ik daar iets speciaals voor aanbied. Dus zodoende is de vestingsmuizenclub ontstaan. Mensen kunnen daar lid van worden met een jaarabonnement, een kwartaal of een maand. En daar krijgen ze extra dingen voor. Hè. Elke maand een uniek patroon wat alleen voor de club is ontworpen. Eén keer per jaar een clubdag. Ze krijgen speciale challenges. Hoe ziet zo'n challenge er dan uit? Een haakchallenge? Ja, nou, bijvoorbeeld deze. Ik doe elke zomer een challenge. Vorig jaar hadden we de hippiebus. Dus dan is het een bus en dan ga je hippiemuizen haken. En dan krijg je elke week een onderdeel van het patroon. Dit jaar hebben we de bosmuizenfamilie. En bosmuis Harry, die heb ik dan zogezegd gevonden in het bos. Nou, daar verzin ik een heel verhaal omheen. Daar maak ik video's van. En ondertussen ontwerp ik dus dat patroon van bosmuis Harry. En wat voor filmpjes maak je dan van bosmuis Harry? Dat je door het bos loopt en dat daar een muis... Ja, en dat ik hem vind ergens tussen de bladeren. En ondertussen heb ik thuis een hele boom gemaakt van kippengaas en papier-mâché. Nou, die werkbeschrijving heb ik dan ook helemaal op de club gedaan. En daar woont inmiddels bosmuis Harry in. Maar ja, inmiddels heeft hij al een hangmat gekregen en een vloerkleedje en een dekentje en een kussentje. Nou, een geheimtje, volgende week ontmoet hij een vriendinnetje. Dus hè, zo ga ik eigenlijk gaandeweg. Ja, toen krijg je weer zo'n hele bosmuizenfamilie, dan vriendinnetje. Ja. En dan krijgen ze baby's en dan krijg je babymuizen. Ja, en zo krijgen ze elke week een onderdeel van het patroon. En dat is uniek alleen voor de mensen die clublid zijn. Ja. En dat is eigenlijk sinds december 2019 draait die vestingsmuizenclub eigenlijk al volop. Ja. Voor coronatijd, zeg maar. Ja. Al. Dus toen was ik dus al online bezig. Ja. En nu maak ik een beetje een switch van wat deed ik dan naast dat haken nog meer. Ja, maar even wat haken, hè? Voordat we terug naar die switch gaan. Want die switch, het is echt een totaal andere switch. Maar dat is even zeg maar nog een soort van cliffhanger. Maar hoe kom je tot die ideeën? Dus je zegt, bosmuis Harry en dit zit en dat. Zit in mijn hoofd. Gewoon, dus je bedenkt iets en denkt, oh leuk. En, ik was ik altijd wel heel fantasierijk. Ja. Ik had de hoogste cijfers op school voor fantasie. En ik verhalen vertellen, verhalen schrijven. Dat was ik altijd, vond ik altijd heel erg leuk. Ik was ook altijd wel aan het opnemen met cassettebandjes. Dan ging ik een verhaal vertellen of zo. En dan... Toen dacht ik, dat vind ik gewoon leuk. Ja, echt. En die club, hè? De vestingsmuizenclub. Hoe kunnen mensen jou vinden dan? Van, hoe vinden die mensen uit Afrika en, en Noorwegen en Zweden en waar dan ook? Waar vinden ze je? Inmiddels is vestingsmuizen een beetje een begrip geworden. Ja. En heel veel haakcommunities, haakgroepen op Facebook, YouTube. Overal. Zwerven mijn muizen rond, hè? Want het jonkt wel aan, zeg maar. Ja. Dus al die haakmensen, die vinden jou dat zo leuk. Dus die publiceren dat weer. Ja, en die zeggen, wordt dan gevraagd van waar is dit patroon van? Ja, dus het patroon van de vestingsmuizen. Nou ja, ik heb gewoon mijn website, www.vestingsmuizen.nl. En vanuit daar staat dus een deel over mijn club, mijn vestingsmuizenclub. Dus eigenlijk van... Doe je zelf ook actief dan in andere haakcommunities? Ga je daarvan of helemaal niet? Nee,
Nee, ik hou mijn Facebookpagina bij en mijn Instagram hou ik bij. En dat is dan ook en... de Instagram Vestingsmuizen Instagram? Ja. En mijn Facebookgroep Vestingsmuizen? Ja. En daar vertel je ook verhaaltjes van bosmanshaling? Nou, ja, ik doe mijn... En ik heb dan een YouTube kanaal en daar staan natuurlijk mijn filmpjes op. Dus ja, die link ik natuurlijk altijd door naar mijn Facebook en zo. Dus eigenlijk op die manier... Vinden mensen jou. Vinden mensen maar. Ja, dus via YouTube en dan bijvoorbeeld haakpatronen. En dan komen ze ook weer op de vestingsmuizen. Maar allemaal organisch dus. Ja. 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 Ja, en ik heb voor dit nog nooit geadverteerd. Nee. Of nee, dat ben ik eigenlijk niet aan toegekomen. Nee. Ik besteed dan mijn tijd liever aan het ontwerpen van muizen, zeg maar. Inmiddels heb ik meer dan 100 muizen ontworpen. Dus unieke muizen. Ja. Dus ik was helemaal nog niet bezig met het adverteren en zo. Dus dat, maar is misschien ook helemaal niet nodig als je gewoon zo met je YouTube... En doe je er ook over bloggen op je website of niet? Ik heb een tijdje lang heb ik de verhalen geschreven ook op mijn website. Ja. Nu ben ik meer gericht op YouTube dan het bloggen op mijn website. En werkt dat ook beter, YouTube? Ja. Ja? Ja. En wat denk je dan waarom YouTube beter werkt? Mensen zijn toch wel lui. Die kijken liever dan dat ze lezen. Oh ja. Ja, en dan vinden ze... Maar kijken ze dan ook hoe je iets haakt? Of kijken ze vooral naar de verhaaltjes van de muizen? Ze kijken denk ik met name naar de verhaaltjes. Want ik haak wel, maar ik haak zo snel. Het is soms dat niet bij niet te houden. Nee. Nee. Dat moet je echt een YouTube-filmpje pauze zetten en dan een tour doen. Maar ik in elk videootje zeg ik altijd van... wil je deze patronen lezen? Hè? Die kan je vinden in onze Vestingsmuizenclub. En dan word je lid van de club. Ja. En hoeveel kost het om lid te worden van de club? We hebben af en toe eens een actie, zeg maar. Maar de gemiddelde prijs is €20 per kwartaal. Ja, dus €20 per kwartaal. En dan ben je gewoon al lid van... En heb van je de... gewoon meer dan alle patronen. Oh, je krijgt gewoon alles meteen? Ja, je krijgt meteen alle patronen tot je beschikking. Dus meer dan 100 muizen. Dus echt waardevol is die. Ja, en blijven mensen lang lid? Blijven de meeste mensen lang lid? Of gaan er ook weer heel snel dat ze zeggen van... Ja, ik kan nu alles in één keer huppakee hebben en doei. Of is dat helemaal niet zo? Nee, dat was ik in het begin wel eens bang dat voor. Bedoel ik. Dat ik dacht van... Ja, straks denkt iemand... Nou, ik word gewoon een maandje lid of een kwartaal lid. En ik download alle patronen eraf en doeg. Ja. Maar dat komt eigenlijk helemaal niet voor. Er zit daarnaast nog een forum. Waar ik ben zelf niet zo heel erg actief in het forum. Ik heb een aantal draadjes wat ik in de gaten hou. Dat zijn met name ook de haakvragen en zo. Ja. Maar voor de rest, het forum is zo actief. En ik heb zulke leuke vrouwen daar die echt actief zijn op het forum. En waar gaat het dan over? Of van alles? Over van alles. Heel veel natuurlijk wel ook over de muizen en zo. Maar over van allerlei ook andere haakprojecten en zo. Dus, maar gaan ze dan echt hun foto's van de muizen delen? Of gaan ze ook andere verhaaltjes over Bosmuis Harry bedenken? Sommigen doen dat. Ja? Ja, sommigen doen dat. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar heb ik een Joris de Reismuis ontworpen. En had ik een opdracht bijgegeven van, wie laat Joris de wereld zien? Hè? En Joris heeft al heel wat meegemaakt. Is ook al heel wat plekken geweest. En dan komen alle foto's en de verhaaltjes komen dan weer terug in de groep. En dat is gewoon heel leuk. Ja, dus je zet ook... Ja, want vaak denken we eigenlijk dat kinderen dit alleen maar leuk vinden. Nee. Maar volwassenen vinden dit is fantastisch. Ja. En of ze het doen met hun kinderen of met hun kleinkinderen. Ja. Of, maakt niet uit. Nee, echt. En hoeveel leden zitten er nu in de club? Nou, ik heb iets van 1850 leden. Zo. Ja. Ja, echt. Dus dat had ik nooit gedacht. Ik denk, dat is leuk. Misschien een keer met 25 tot 50 mensen. Misschien eens een keer 100 mensen in die club. Ja. Maar ik geloof dat ik in de eerste maand al 500 mensen had. Ja. En dit is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Kan ik het zo zien? Of zie je dit ook al wel echt als... Nee, dit is een uit de hand gelopen hobby en blijft het erbij? Of zie je het ook wel echt van... Nee, dit is nu de basis van mijn online imperium? dit is... het was een stuk... Echt goed inkomen en het was een mooi werk. Maar ik doe daarnaast nog wel andere dingen. Ja. Wat voor mij meer de hoofdmoot is. Daardoor is dit lekker hobby en ontspanning. En zit ik lekker op zondagmiddag op mijn bank een nieuw haakpatroon te ontwerpen. Ja. En tussendoor hou ik de club en zo allemaal bij. Maar het is niet meer mijn beroep of mijn hoofdinkomen. Nee, het is niet meer je hoofdinkomen. Want laten we het dan over hebben over...
Je bent dit gaan doen, 2019, leuk haken. Maar ondertussen ben je ook met iets anders aan de slag gegaan. Ja. Ja, eigenlijk, ik werk al heel lang als ZZP'er en door corona kon ik niet meer bij bepaalde opdrachtgevers werken. Want ja, we moesten allemaal thuis werken en toen was het nog niet zo ingericht zoals het nu op dit moment is. Nee, want wat deed je als ZZP'er? Ik coachte bij een bedrijf op de klantentevredenheid en daar gaf ik les voor de klantenservers. En ja, dat ging in één keer niet meer door. Ja. Mensen moesten allemaal thuis gaan werken en zo. En toen zat ik thuis. En daarnaast deed ik traden. Ik ging traden in crypto. En dus wanneer ben je daarmee begonnen? Nou, eigenlijk ben ik daar 7 jaar geleden mee begonnen. Heel klein beetje, met een heel klein beetje geld. Wat ik op dat moment echt net aan kon missen. Want ik zat wel in een financieel best wel een lastige situatie. Ja. En 7 jaar geleden ben ik dus begonnen met crypto, maar ik deed het er altijd naast. Ja, altijd en hoeveel kon je toen missen? Kan je dat? Ja, dat wil ik wel zeggen. Ik ben begonnen met €50. Ja. En ik heb best moeite moeten doen om die €50 bij elkaar te schrapen. Ik zat op dat moment in een burn-out en ik kwam eigenlijk net meer of meer uit een bijstandssituatie. Doordat ik ziek was geworden, een eigen bedrijf had gehad en moest stoppen. En ja, bijstand was toen de aangewezen positie voor mij. En toen dacht ik, nou weet je, ik kan dit nog bij elkaar schrapen. Daar ga ik gewoon mee beginnen en ik zie het wel. Dus je bent met €50 begonnen. En dat heb je dus in 7 jaar tijd, heb je dat weten uit te bouwen tot? Nu is het gewoon mijn fulltime inkomen. Ik heb mijn portfolio op kunnen bouwen. En het was maart 2020. Toen dacht ik, ik ga dit nu gewoon fulltime doen. Ik ga fulltime traden met het budget wat ik heb. En dat moet gewoon mijn maandelijkse inkomen zijn. Ik weet wat ik maandelijks nodig heb. Dat heb ik op een rijtje gezet. Ja. Dit moet ik minimaal iedere maand binnen kunnen krijgen. Nou, dat is gewoon goed gegaan. Dat is gewoon, en je blijft natuurlijk continu aan het opbouwen. Ja. En Daar ben ik gewoon heel erg blij mee dat ik ooit die stap heb gedaan. Ja, ja. En hoe heb je dat jezelf geleerd om te traden? 7 jaar geleden ging ik wel zoeken natuurlijk. Van je wilt jezelf aanleren. En op een gegeven moment kom ik op YouTube kom ik een aantal kanalen tegen. En dat zijn toch wel wat kanalen van de jongens, snelle jongens. Die zeggen als je vandaag begint of volgende maand kan je Lambo kopen. En dacht ik, dat is echt de quick rich methode. Ja, daar geloof ik sowieso niet zo in. En dat past ook totaal niet bij mij. En ik geloof wel dat er wel 5 Engelse termen in 1 zin werden gebruikt. Nou, dan haak ik ook al af. Toen dacht ik, het is niet mijn niveau. Het gaat te snel voor mij. Ja. En 7 jaar geleden was ik ook 41. Hè? Dus was ik net de 40 voorbij. Dus dat gaat te snel voor mij. Dit spreekt me niet aan. Dus op een gegeven moment kom ik een wat oudere man tegen op YouTube. Een heel mooi kanaal. En die legt het zo duidelijk en zo rustig uit. Dat ik echt, maar nu begrijp ik het. Ja. Ik snap nu waar het om gaat. Ja. En ik ben die man blijven volgen. Er blijkt dus ook gewoon een hele community achter te zitten. En ik ben bij die community gegaan. Hij gaf een aantal clinics wat ik ben gaan volgen. Waar ik echt voor moest treden. Hè? Want ik kon niet meer eigen geld investeren. Dus ik moest die bedragen van die kliniek bij elkaar treden. Ja. Nou, dat is me continu ook gelukt. Dus je ging zeg maar echt. Dus jij had zo'n doelstelling van. In ieder geval, ik herken het. Maar dan zeg maar met online programma's. Ja. Van, ik wil deze training gaan volgen. Hoe ga ik dat verdienen? Ja. Ik denk, ik moet weer een online programma maken. En jij had zoiets van, hoe ga ik dit verdienen? Ik ga traden. Ja. En dan ga ik dat bijvoorbeeld bij elkaar sprokkelen. Ja, stel je voor dat zo'n training €150 zou kosten. Ja. Dan ging ik echt zitten. Dat ik echt dacht van, voor wanneer kan ik nog inschrijven? Ja. Ik heb zoveel dagen de tijd. Ik moet per dag minimaal dit bij elkaar traden. Want dan kan ik die kliniek gaan volgen. Ja. Zo heb ik dat continu gedaan. Dan leer je er natuurlijk ook heel veel van. Ja. En zo heb ik eigenlijk diverse clinics bij hun gevolgd. Ja. En ik ben echt, ik heb daar zoveel geleerd. En het was zo duidelijk altijd. En zo back to earth, zeg maar. Gewoon, nu ga ik zelf met Engelse termen gooien. Maar gewoon zo lekker simpel uitgelegd. Ja. Elke term ook weer gewoon terug naar het Nederlands vertalen. En
vertellen van hoe of wat. Toen dacht ik, ja, dit kan ik echt goed volgen. Dus, En toen ben je actief geworden in die community, toch? Ja, inderdaad. Ondertussen was ik al een aantal jaren bij die community. Ja. En de eigenaar van die community werd ziek. En eigenlijk viel er een beetje min of meer een gat. En ik was inmiddels moderator geworden bij die community. En toen werd op een gegeven moment gevraagd van... eigenlijk kwam ik tot ontdekking van... ik miste iets in het begin. Iemand die je gewoon bij de hand neemt van hoe... stap je in een trade? Wanneer verkoop je wel? Wanneer verkoop je niet? Echt gewoon even die simpele stappen. Ja. Dus ik deed dat wel eens in de community op het forum. Dat ik vertelde van, ik ben op dit moment in deze trade gestapt. Wie nog meer? Doe je met me mee? Of hoe sta je ervoor? En toen dacht ik, maar elke keer dat opschrijven, dat kost mij heel veel tijd. Ik denk, als ik dat nou eens een keer in een Zoom-sessie of zoiets zou kunnen doen. Dus ik had het daarvoor gesteld van, zou ik dat eens een keer in een Zoom-sessie kunnen doen? Zodat mensen kunnen kijken hoe ik aan het traden ben, hoe ik dat doe. Dat was echt, dat werd een goede aarde ontvangen, zeg maar. En ik had bij de eerste Zoom-sessie, ik had nog maar een Zoom-account waar nog maar 100 mensen in konden. Dus dat was binnen 5 minuten vol en stond iedereen voor de rest stond in de wachtrij. Want er konden maar 100 mensen naar binnen. Ja, dus dat was meteen ook weer een idee. Dus en toen dacht, jij dacht, ik mis dit. Hoe tof is het om dit te doen? Ja. Jij stelt het voor en het is weer een heel groot succes. Ja. Ja. Dus toen dacht ik, dit zoomen, dat moet even anders opgelost worden. Maar goed, ik denk niet in problemen, ik denk in oplossingen. Dus vandaar. En toen zijn we eigenlijk al heel snel gekomen om het bijvoorbeeld live op YouTube te doen. Ja. Nou, dat beviel echt heel goed. Vanaf dag 1 had ik ontzettend veel kijkers. En mensen die zeiden ook van, jij kan het zo heerlijk rustig uitleggen. Ja. Nou, dus jij laat dan echt gewoon zien aan die community of aan de mensen die je dan volgen live op YouTube. Van waar jij op dat moment mee aan het traden bent. Ja, ik heb daar een bepaald portfolio voor aangemaakt. Zodat ik niet met mijn eigen portfolio in verband met privacy natuurlijk op YouTube ga. Maar ik heb daar een portfolio voor aangemaakt. Zo van mensen, met dit geld ga ik starten. Ja. 4 uur in de week. Jullie kunnen het zien. Ik hou mijn logboek helemaal bij. Wat erin en wat eruit gaat. Welke trades ik pak. Waar ik verlies op heb. Waar ik winst op heb. Jullie kunnen gewoon met alles meekijken. En jullie kunnen precies zien hoe ik het aanpak. Ja. En zijn er ook mensen die precies hetzelfde doen als jij? Ja, er zijn altijd mensen die direct meedoen. Ja. Ja. Ik waarschuw altijd wel. Want het is natuurlijk wel op eigen risico. Want ik ga ook wel eens in een trade stappen waar ik van tevoren weet... dit gaat wel een hele lastige trade worden. Maar dan laat ik ook zien hoe ik daar dan mee omga. Ja. En toen kwam het eigenlijk wel van, hoe jij het uitlegt, nu snap ik het in één keer. Of dat is zo lekker rustig. Ja. En dat werd natuurlijk ook binnen die community opgepakt. En toen werd ik gevraagd van, wil je in onze community geen basisclinics geven? Dus dat heb ik, zij huurden mij daarvoor in. Ja, dus basisclinics zijn live... bijeenkomsten. Ja, via je Zoom, maar wel via live Zoom. Via Zoom. Ja. Dat was dan eigenlijk altijd een zaterdag, een hele zaterdag. Best wel pittig, want het was echt wel van 's ochtends 10 tot 's avonds 5, 6 uur. Ja. En dan continu over het treden, continu de informatie. Ja. Best pittige dagen. Maar daar huurden ze mij voor in. En dat was altijd gewoon lekker. Daar werd ik ook gewoon goed voor betaald. En daarnaast deed ik dus het traden op YouTube, deed ik gewoon op vrijwillige basis. Ja, mooi. Maar toen? Dit klinkt zo als een mooi verhaal. Ja. Jij bent lekker aan het traden voor de community. Je doet je basis, je krijgt goed betaald voor je clinics. Je hebt daarnaast je vestingsmuizen. Nou, helemaal prima, kat in het bakkie, maar toch. Ja, nee, dat was toch niet helemaal, want... ik kreeg echt het gevoel dat ik die community alleen aan het draaien was. Dat ik alleen daar de kar trok. En dat voelde toch niet helemaal prettig. Want die community was niet van mezelf. Nee. En, dus jij merkte eigenlijk steeds meer van... jij deed die basisdingetjes, jij deed die... of de basisclinics. Jij was live op YouTube. En jij deed de YouTube-sessies. En wat gebeurde er verder in de community dan? Ja, eigenlijk bijna niets. Oké. Dus er was verder niet iemand die live... ook ging in de niet meer, community. Bijna niet. Nee. De eigenaar van de community... die liet het wel steeds vaker afweten.
Of stelde steeds vaak dingen uit. Ja. Of plande wel om bijvoorbeeld een crypto café te houden. Ja. Maar dan werd het weer afgezegd. En dat raakte een beetje... Ja, werd een beetje de tendens in de community. Ook afspraken met mij werden continu afgezegd of verschoven. Ja. Dat ik echt dacht van, ja, ik mis het stukje waardering. Ja. En dat hoeft niet in geld te zijn. Nee. Hè? Want laten we duidelijk zijn met dat ze mij inhuurden voor die clinics. Daar verdiende ik best goed mee. En dus het hoefde niet in geld te zijn. Maar het stukje waardering wat ik vrijwillig inzette voor die community... Ja, je had niet het gevoel dat jij daar echt helemaal in gezien werd... van dat jij praktisch een community aan het dragen was. Nee, dat miste ik echt, dat gevoel. Ja. En ik had al een aantal keren bijvoorbeeld een soort challenge voorgesteld... zodat er gewoon wat meer activiteit ook binnen die community kwam. En continu, het werd heel enthousiast onthaald... maar als dan het puntje bij paaltje kwam, werd het weer afgezegd of uitgesteld. En dat is toch niet de manier zoals ik wil werken. Nee. Dus ik had ook aangegeven van... als ik verder met jullie zou ik wel graag willen dat dit soort dingen gaan veranderen. Ja. En anders weet ik niet of ik op deze voet met jullie verder wil. Nee. En op een gegeven moment had ik ook besloten van, nou weet je, we gaan gewoon die challenge doen. We gaan gewoon met elkaar, want er moet iets gebeuren. Het is een best een moeilijke tijd nu om te treden. Ja. Wil je mensen erbij houden? Ja. Wil je mensen actief houden? Want in deze tijd gaan heel veel mensen afhaken. Ja. Omdat alles naar beneden gaat. Naar beneden. Ja. En daar word je niet echt heel erg vrolijk van. Dus dat motiveert niet. En hoe kan je elkaar dan wel gemotiveerd houden? Dus ik dacht, nou, die challenge moet nu gebeuren. Ja. Want mensen hebben het nu nodig. Ja. En op zich waren ze best heel enthousiast over de challenge. Maar ze hadden wel zoiets van, nou, ga jij die challenge maar doen. Maar 25 tot 50 man krijg je ervoor. En meer zal het niet zo zijn. Ja, dat in onze community. Mensen willen dat niet. Nee, mensen gaan niet met jou in die challenge dat doen. Ja, tot op een gegeven moment bekend maakte dat er niet 25 of 50 mensen in die challenge zaten. Maar 250 mensen zich hadden aangemeld voor die challenge. En die mensen allemaal heel erg enthousiast waren over die challenge. En toen kreeg ik het bericht van, wij willen niet meer met jou samenwerken. Wow, dus jij was gewoon die challenge aan het doen. Het voorstel van jou was eigenlijk en hun van, nou laten we het doen, want we gaan vanuit deze community. Vanuit die community. Ja. En vervolgens krijg jij het bericht, we willen niet meer met je samen. Had je dat zien aankomen? Ik had zelf de keus gemaakt. Ik wil niet meer met hen samenwerken. Oké, dus jij dacht na deze challenge? Nee, dat nog niet. Nee. Ik dacht van, we hadden die week erop, zouden we een gesprek hebben. Ja. En ik had voor mezelf zoiets van, ik maak nog tot aan de zomer. Kom ik mijn afspraken nog na natuurlijk van het live treden en dergelijke. En dan ga ik na de zomer, stop ik op deze voorwaarden. Ja. En ga ik zelf verder. Mijn community... Ga je zelf een community starten? Ja, want kijk, weet je, ik ga door met treden. En mensen hebben gezien wat ik kan via YouTube. Ja, ja. Dus mensen willen toch de manier zoals ik aan het treden ben, willen zij toch gaan volgen. Ja, en dat is natuurlijk, lijkt me ook een hele logische ontwikkeling. Hè? Je gaat bij iemand in de leer waar je heel veel van leert. Die je eigenlijk ook heel veel credits geeft, toch? Ja. En op een gegeven moment dan kan je op een punt komen van... Nou, dat kunnen allerlei redenen zijn, maar jij kwam ook op een punt van, oké, ik wil verder en ik vlieg uit. Ja. Toch? Je bent eigenlijk een kind dat het nest gaat verlaten. Ja. Ja. Alleen kwam het dus veel eerder dan, of op een hele andere en meer vervelende manier dan dat je had gewild. Of wat jouw intentie was. Ja. Ja. Ja, en ik weet je stapt in één keer uit een groep waar duizenden mensen actief zijn. Ja. En jij bent eigenlijk min of meer het boegbeeld geworden. Ja. Ja. Want jij treedt 4 uur in de week naar buiten. Ja. En in één keer ben je er niet meer voor de mensen. Ja, dus voor die mensen daar... Want er is aan je medegedeeld van we werken niet meer met je verder. Hoe is dat dan met de challenge? Moest die challenge dan... In één keer stoppen of... Nee hoor, ik kon die challenge gewoon op mijn eigen houtje verder doen. Alleen zij waren in één keer anti-challenge. Dus in hun community waren ze anti-challenge? Ja, en ze hebben zij een bericht naar buiten gebracht dat zij niet achter deze challenge staan. En dat het een challenge is die ik organiseer en dat zij hun handen daarvan aftrekken. Ja, ja. Maar dat zij vooral in deze moeilijke tijd... het niet haalbaar vinden om zo'n challenge te doen. Dus hun, is dat dan ook de reden die zij aangeven van...
in deze moeilijke tijd dat we aan het traden zijn, ondersteunen we deze challenge niet omdat het nu te risicovol is om te traden? Of wat is hun bericht daarachter? De challenge uitdaging, het doel van de challenge is om van $250 $500 te maken in 2 maanden tijd. Ja, dus niet echt een mega risicovolle challenge. Nee, en zij vinden dat dat niet kan in deze tijd, omdat dat in binnen 2 maanden te doen. Maar je moet een doel stellen. Ja. En ik ben altijd heel duidelijk geweest, want het gaat niet uiteindelijk om dat eindbedrag. Nee. Maar het gaat om de weg ernaartoe. Hoe ga jij om met moeilijke situaties? Hoe ga je om met lastige trades waar je nu in terechtkomt? Dat is eigenlijk het doel. Van elkaar gemotiveerd houden. En je kan een heel laag doel zetten. Je had ook kunnen zeggen, nou, we gaan van $250 naar €300 traden. Of dollar traden. Maar dan weet ik dat je vanaf dag 1 denkt, dat haal ik wel. Ja. Wacht nog maar even, ik ga nu niet traden. Of ik ga even lekker wat anders doen. Maar het doel moet wel net hoog genoeg zijn dat je er flink voor moet werken. Want op een gegeven moment, het weekend van de Pinksteren, mensen waren om 6 uur aan het traden 's ochtends vroeg. De community was 's ochtends vroeg om 6 uur al actief. Dus ik zeg, wat doen jullie allemaal nu al zo vroeg? Ja, nee, we willen ons procentje voor vandaag binnenhalen. En dan kunnen we de rest van het weekend lekker andere dingen doen. Maar dat hadden ze anders niet gedaan. Nee. Hè? Als het doel niet hoog genoeg was, waren ze niet zo actief geweest. Nee, zij hebben ook zoiets van, we willen hier een succes van maken. Ja. Ja. En iedereen weet ook dat er aan treden natuurlijk ook een risico verbonden is. Ja. En de mensen die zeggen, zijn ook allemaal van, weet je, het gaat ons niet om die $500 te halen. Nee, het gaat ons de weg ernaartoe en wat we allemaal leren in die weg ernaartoe. Want ik geef elke week een groepscoaching waar ik zoveel waarde in weggeef. Ja. Alleen dat al, ze zeggen, al zouden we niet eens meer kunnen treden, maar elke week die groepscoaching hebben, nou, dat zal waardevol zijn. Dat is al super waardevol. Ja. Heb je nog contact gehad met die mensen van de community? Want jij bent dan uit een community gezet. Ja. Kan je nog wel die YouTube lives geven dan? Of, dat doe ik via mijn eigen kanaal. Dat deed je ook al via je eigen kanaal? Nee, dat deed ik via hun kanaal. Ja. Maar dit gebeurde dus op vrijdag of op eigenlijk donderdagavond dat ze mij uit die community hebben gezet. En vrijdags moest ik dus helemaal schakelen. Zo van, oké, en nu dan? Ja. En dus alles in gang gezet om financieel blij, want zo heet mijn community, om dat in orde te maken, in orde te hebben, wat eigenlijk pas voor weken, maanden daarna de bedoeling was, moest nu even allemaal in 1 dag geschakeld worden. En ik ben 's maandags op mijn eigen YouTube-kanaal live gegaan, wat best heel moeilijk was, want dat was de eerste keer live natuurlijk nadat dit was gebeurd. Ja. En ik heb met hun helemaal geen contact meer gehad. Ik heb 1 bericht van hun gehad. En dat was het. Ja. En zij communiceren op hun eigen website over de samenwerking met de Helga. Geven wij geen verdere uitleg meer. Maar wil je iets over haar weten, google maar even op haar naam. Ja, en wat gebeurt er dan als mensen op je naam googelen? Ja, en dat is het hele vervelende. Ja. 10 jaar geleden had ik een bedrijf. En dat ging financieel best heel lastig. En op een gegeven moment heb ik een beslag gehad van de Belastingdienst. En die Belastingdienst heeft op al mijn tegoeden beslag gelegd. Waaronder ook, ik beheerde een aantal pgb's binnen dat bedrijf. Wat toen nog gewoon mocht. Maar in dat half jaar is de wetgeving van pgb veranderd. Waardoor je niet meer je pgb-budget uit handen mocht gaan geven. Ja. Nou, de Belastingdienst had al beslag gelegd op al de tegoeden waar ik over beschikking had. Dus inclusief die pgb-gelden. Ja. En nou, dat heb ik proberen recht te zetten, te doen. Maar daar heb ik niet voldoende tijd voor gehad. En uiteindelijk ben ik failliet gegaan. En dat heeft best wel wat gevolgen gehad. Want je hebt dus wel pgb-geld in beheer gehad wat je niet in beheer mocht hebben. Nee. Op dat moment van faillissement. En daar is een rechtszaak van gekomen. Daar heb ik een schadevergoeding uit moeten betalen. Daar heb ik een taakstraf van gehad. Maar heel vervelend, en zo werkt media en social media ook. Ja. Er is een krantenartikel daarover verschenen, wat best smeuïg is aangekleed. Maar
Ja, dat dus... denk ik. Sowieso denk ik ook van, dat is 10 jaar geleden. We zijn inmiddels 10 jaar verder. Ik heb mijn straf gehad en mijn taakstraf heb ik gehad. Ik heb mijn schadevergoeding afbetaald. En dat is nu de reden die hij aangeeft van... Dat je niet vertrouwbaar zou zijn. Ja, of wat dan ook. En ja. Hij waarschuwt mensen nu ook van... als je Helga volgt, weet dat dit aan haar kleeft. Ja, ja. En dat is gewoon heel erg vervelend. Ja, want hoe voelt dat voor jou? Weet je, dat dan iets wat 10 jaar geleden gebeurd is... waar je zelf, zeg maar, zelfs ook een andere mening over hebt van... Weet je, dat dat in een half jaar zo is veranderd en is gegaan... en dat jij niet de tijd hebt gehad om dat toen te veranderen. Weet je, dat het zo snel is geswitcht. Dus waar je zelf ook nog eens van mening bent... dat je eigenlijk ten onrechte die straf hebt gehad. Maar toch, je hebt die boete heb je betaald. Ik ben er wel verantwoordelijk voor. Ja, dus, je bent er verantwoordelijk voor. Je hebt die verantwoordelijkheid, neem je, heb je ook genomen. Ja. Je hebt een boete betaald. Ja. Je hebt straf gekregen. Die heb je gedaan. Je bent failliet, ben je ook gegaan met je bedrijf. Ja. Is ook echt natuurlijk een grote straf. Ja. Die straf die heb je helemaal uitgezet. En je laat eigenlijk nu zien van... je bent uit zo'n diep dal gekomen. Hè? Want in Nederland failliet gaan, dan, dat is al. Persoonlijke fouten maken. Volgens mij kan iedereen op een bepaalde manier fouten maken. Hè? En met wetten en regelgeving is dat soms ook best wel... volgens mij weet iedere ondernemer dat ook. Van, is dat soms ook echt best wel lastig. Maar je hebt dat uitgezeten, je hebt dat gedaan... Je hebt je hele leven zeg maar, weer opnieuw heb je opgebouwd. Van vestingsmuizen totdat je met moeite zeg maar, 50 euro bij elkaar hebt gesprokkeld om te kunnen treden. En dan gebeurt er dit en dan wordt er dit over je naam gezegd. Wat doet dat met jou? Ja, weet je, dat geeft je weer een klap in je gezicht. Ja. En in eerste instantie wil je daar gewoon over zwijgen. Want je wil deze periode afsluiten. Je wil het achter je laten. Je zou wel zo, dat uit dat beeldscherm rukken en verscheuren. Ja. Maar dat kan niet. Nee. Dus je wilt dat eigenlijk gewoon achter je laten. Ja. En dat wil jij dan gewoon, weet je, we zwijgen erover. Want ik wil dat niet continu opraken. Nee, jij wil gewoon door met je leven. Je wil positiviteit. Je hebt dat natuurlijk alweer een klap gehad. Doordat een community zegt van we stoppen met je en we laten niks meer van ons horen. Ja. Ja, en als dat dit dan als reden wordt aangegeven, dan denk ik, dat vind ik dus niet eerlijk, want dit is niet de reden. Nee. Dit is achteraf door die persoon ontdekt en dan denk ik, als je dat nu gaat gebruiken, dat vind ik gewoon oneerlijk. Ja, dat is ook oneerlijk, toch? Ja, en dan denk ik van, nu kan ik natuurlijk heel lang gewoon blijven zwijgen, maar ik kan het ook gewoon gaan vertellen. Ja, en hoe stoer is het dat je dit vertelt ook? Ja. Nou, ik vind wel... Ik vind het wel moeilijk om te vertellen. Ja, en wat maakt het dat je het moeilijk vindt om dit te vertellen? Nou, omdat je wordt continu daarmee geconfronteerd. Je wil gewoon verder in je leven. Je weet, je hebt keihard geknokt om dit punt te bereiken waar ik nu sta. Ja. Maar het voelt alsof je een of andere mokerslag krijgt en dat je weer 10 stappen terug doet. Ja. En dan denk ik, en dan moet ik weer die 10 stappen opnieuw gaan doen. Ja. Zo voelt dat. Ja. En denk je dat het waar is dat je nu 10 stappen terug moet doen? Als jij dat zo vraagt, dan... maar je kan het wel zo voelen, maar denk je dat het waar is? Met mijn hoofd weet ik dat het niet waar is. Ja. Maar het landt nog niet helemaal, zeg maar. Ja. Het voelt nog steeds van... moet ik nu weer met mijn billen bloot? Ja. Moet ik nu weer? Ja. Moet ik nu weer? Word ik weer veroordeeld? Hè? Mensen oordelen toch? Ja. Word ik nu weer veroordeeld hierover? Ja. Zo voelt dat. Ja. Maar verstandelijk weet ik ook van, weet je, dit maakt me gewoon sterker. Ja, want ik ben nog even benieuwd. Hè? Want jij zei van, je wordt dus van die community geband. Je kan geen contact meer krijgen met die mensen van de community. Je bent zelf als een gek ben je dan je eigen account gestart. Hoeveel mensen gingen dan naar je eerste keer YouTube kijken? Want hoeveel waren er? Ongeveer 1500 mensen gekeken. Die eerste keer? Ja. Echt waar? Ja. Dus mensen hebben gewoon, die gingen gewoon zoeken van waar is ze dan wel? Ja. Natuurlijk, het gaf natuurlijk heel veel reuring in dat weekend binnen die community. Ja. En waar gaat ze nu heen? Ja, en, want kreeg je appjes van mensen of berichtjes? Ik heb heel veel berichtjes gekregen. Ja. En
ook voor me heel veel mensen die gewoon van waar je ook heen gaat, wat je ook gaat doen, ja, we blijven je volgen. Ja. En, dus ja, ik ben gewoon op maandagochtend op mijn eigen YouTube-kanaal. Toen heette het gewoon nog Helga Tijdeman. Inmiddels is het omgedoopt naar Financieel Blij. Ja. Maar ik dacht, ik moet mijn eigen naam dan nog houden. Ja. Want mensen gaan natuurlijk zoeken op mijn naam. Ja, die gaan hier googelen. Waar is ze? Waar is ze? Ze is niet op het kanaal live. Dus ze hebben echt gewoon ontzettend veel mensen gekeken. Maar ook gewoon daarna nog. En niet live allemaal, maar ook daarna nog. En zo heel veel views heb ik erop gehad. Ja. Dus, en ook heel veel berichtjes van, oh, fijn dat je doorzet. En, oh, wat moesten we anders op maandagochtend zonder jou? En gewoon allemaal dat soort berichtjes. Ja, weet je, je bent op een gegeven moment, ik deed het bijna een jaar, hè. Ja. Ben je gewoon een vast iets geworden. Maandagochtend 9 uur live treden met Helga. Ja. En dan op donderdagavond 7 uur hetzelfde. Maar vooral die maandagochtend, het begin van de week. Ja. Dat mensen daar heel veel behoefte aan hebben. Zo van, nou, even de week weer goed beginnen. Kijk hoe de week weer start. Ja. Ja. Wat maakt het, denk je, want er zijn ook mensen die dit meemaken. En inderdaad dan ook nog eens van Google op je naam. Die dan denken van, oké, weet je, ik kap overal mee. Ja. Ik ben er klaar mee. Weet je, ik kap overal mee. Wat maakt het dat jij zo snel kon schakelen? Zo snel kon zeggen, Oké, ik ga dit niet laten lopen op maandag. Ik ben hoe dan ook live, maakt niet uit waar. Ja. Ik denk dat dat gewoon een stukje van mijn karakter is. Ik zeg altijd van dingen die jou overkomen, daar kan je niks aan doen. Maar hoe je ermee omgaat, wel. Ja. En ik kan huilend in het hoekje van de bank gaan zitten. Maar daar word ik niet beter van. Daar word ik niet sterker van. Nee. Dus ik ben wel iemand die, oké, dit is me nu gebeurd. Ja. Wat kan ik daaruit halen? Hoe kan ik hier weer sterker op verder gaan? Ja. En wat kan ik eruit halen om verder in mijn leven te gaan? Andere mensen die hier weer van kunnen leren. Weet je, ik heb ook wel eens dat we te horen kregen dat een subsidie op een... Toen werkte ik nog voor een werkgever, maar dat in één keer een subsidie stopte en dat we onze baan kwijt zouden raken. Ja, daar mag ik heel even verdrietig van zijn. Maar aan het eind van de dag pak ik mezelf op bij elkaar. Want ik kan gaan zitten op die bank en verdrietig zijn. Maar daar heb ik straks de volgende maand geen andere baan mee. Nee. Hè? En ik pak dan mezelf bij elkaar. Zo van, oké, maar ik moet verder. Ja. Dus ja. Ja, dus dat ben je gewoon gaan doen. En is het dan voor jou niet zo'n, als je dan die mensen, al die 1500 mensen die dan de eerste keer naar jou aan het kijken zijn, dat je zo'n gevoel hebt van, oké, ik ga echt niet nu 10 stappen terug. Want de mensen zijn er nog. Ze houden van me. Ja. Ja, maar toch, je weet in je achterhoofd wat er over je gezegd wordt. En dan, dat vind ik dan. Weet je, er zijn, nou, is net als er kunnen 99 mensen zeggen van, top gedaan, top gedaan. En eentje zegt van, nou, wat jij nou aan het doen bent, die onthoud je. Ja. Dat is het vervelende. Ja, dat is dus het vervelende wat je dan toch voelt en wat. Ja. Wat anderen dan kunnen zeggen van maak je niet druk, maar wat gewoon wel natuurlijk is. Ja. Ja. Straks dan gaat dit interview natuurlijk ook naar buiten komen. Jij gaat dit delen, ik ga dit delen. Nou ja, jouw community kent je natuurlijk helemaal. Dus dat gaat denk ik ook wel weer impact hebben op je community. Wat hoop je dat de mensen hiervan zullen zeggen of van kunnen leren ook? Weet je, dat wat je overkomt. Ja. Pak het aan. Ja. En keer dat ten goede. Ja. En haal daaruit wat je te leren valt. En ga verder. Ja. En zorg dat je daar alleen maar sterker van wordt. Ja. En ga niet in verdriet blijven hangen. Of wijzen naar. Ja. Of schuld geven aan. Of ja. Weet je, ga verder. Je wordt er sterker van. En jij had natuurlijk al besloten, hè, om de community los te gaan laten, om zelf verder te gaan, om stappen te gaan zetten. Hoe zie jij je toekomst? Wat is jij nu? Hoe zie jij jouw toekomst in je tradeplannen en wat je andere mensen wil leren? Je hebt al zoveel mensen die naar je kijken, zoveel mensen die meer van je willen leren, denk ik. Mensen hangen aan je lippen, maar hoe zie je je eigen toekomst? Ja, dan moet ik gewoon heel groot gaan denken. Dat doe ik dan nog maar even. Ik wil de vrouw zijn die met name andere vrouwen loskrijgt van op financieel gebied van partners, van eventuele uitkeringen of wat dan ook. Gewoon lekker financieel vrij zijn en
ik of financieel blij zijn, ja, zeg ik eigenlijk, ja, altijd. Want financieel vrij is nog weer wat anders. Maar dat je financieel blij kan zijn in jouw situatie. En dat jij daar happy en gelukkig mee bent. Ja. En dat je niet afhankelijk bent van een partner of van een uitkeringsinstantie of wat dan ook. Maar dat je je heft in eigen handen kan nemen. Ik word zo... ik kan echt verdrietig worden van verhalen die ik hoor. Van, ik ben bijvoorbeeld niet... Dat iemand zegt van ik ben niet gelukkig in mijn huwelijk. Maar ik blijf maar bij mijn partner. Want ik weet niet hoe ik het financieel moet redden. Ja. Nou, daar kan ik gewoon echt emotioneel van worden. Want dan denk ik, kom op voor jezelf. Jij bent meer waard dan... Hè? En ja, het is niet zo dat ik voor echtscheidingen ben of wat dan ook. Nee, tuurlijk niet. Nee. Maar ik ben er wel voor dat een vrouw gelukkig mag zijn. En zichzelf, ja, mag redden. En met, ja, name ook op financieel gebied. Dat al, als dat goed is, als die, ja, basis goed is, komt, ja, de rest ook. Ja, zo mooi. Dus en jij wil dat dus mensen ook leren door middel van de tweede. Toch? Onder andere. Onder andere. Ja. Ja. Maar ja, je hebt zelf natuurlijk zo'n creatief brein. Dus jij... Dat gaat niet stilstaan, hoor. Om overal geld. Weet je kan overal geld mee verdienen. Dus iemand zegt, wat is je hobby? Nou, ga dit doen. Ja. En je kan daar eigenlijk ook dus geld mee verdienen. Wat je met je vestingswijze ook laat zien. Ja. Maar dat treden, dat vinden mensen natuurlijk heel interessant. Dat vindt mijn community, ja, die vindt dat natuurlijk ook heel interessant. Die denkt ook, oh, het is heel ingewikkeld. Of, oh, dan moet ik al 10.000 euro op mijn bank hebben staan om daarmee te beginnen. Jij zegt, ik ben begonnen met 50 euro. Ja. Dus je kan ook dus, ja, of je kan beginnen met $250... Dus je kan met een klein bedrag kan je beginnen. Ja. En dan kan je ook naar jou kijken op YouTube. Ja. Op Financieel Blij. Ja. Dus dat is je account en dan kan je je volgen. Maar ga je, ja, je zit natuurlijk ook bij mij nu. Ja, ja, dus ja, ga tuurlijk. Je, daar, ja, blijft het niet bij, hè? Nee, daar blijft het niet bij. Dus wat is, je doet natuurlijk live tweede. Maar wat heb je nog meer, wat is nu je eerste verdienmodel hierin? Want natuurlijk, het is heel tof om natuurlijk heel veel gratis waarde te geven. Maar ja, ik heb het idee... Je community is jou zo dankbaar al dat, ja, ze willen vast wel meer van je leren. Wat is het eerste wat je nu wil gaan, nou, gaan dat aanbieden? Dat staat al. Dus ja, dat is een videocursus. Een videocursus. Een videocursus geld verdienen met crypto. En dat is niet alleen hoe je met traden geld verdient. Maar ook het beleggen in crypto. En alle manieren die er zijn, ja, om geld te verdienen, ja, uit crypto. Ja. Heb ik nu in een videocursus die mensen kunnen gaan volgen. Ja. En we zitten nu nog steeds in de challenge. En mensen die in de challenge zitten, die hebben het voordeel dat zij met korting deze cursus mochten aanschaffen. Waar ik dus feedback wel voor terugvraag, want ik wil hem gewoon echt verbeteren. Dit, ja, moet de waardevolle, ja, cursus, ja, worden. Ja, want hoeveel vraag je nu voor je training? Hij is nu tijdelijk €77, maar hij gaat €199 kosten, ja, vanaf 1 oktober. Hij is tot 1 oktober nog voor €77. Ja, en wat je maar zegt, nu weet wil... ik al, die €199, ja, euro, dat is een prikkie voor zoveel waarde wat erin is. Ja. Dus ik zou zeggen, als je de kans nog hebt, profiteer van dit bedrag. Want ik weet niet hoe lang het zo blijft. Nee. En misschien dat iemand deze video pas over een jaar terugkijkt. Ja. En dan is je cursus, hè, maar dan nog. Dan, ja. Dus dat is natuurlijk ook heel mooi. Van, ja, de dingen die je doet en de waarde die je creëert. En... Maar ik denk, weet je wat het mooie is? Is wat jij mensen, je leert mensen niet alleen maar sec treden. Maar je leert dus ook mensen om te gaan met alles wat je in je leven kan overkomen. Ja. En weerbaarder te worden. Ja. En ik ken zoveel vrouwen die ook een angst hebben op geld. En juist, en daar help je denk ik mensen ook mee. Ja, dat merk ik nu alleen al in de challenge. Het, ja, is gewoon een challenge. Maar ja... Wat daar allemaal te sprake in komt. En hoe je met bepaalde dingen omgaat. En zo. Dat, het is gewoon zo breed. En weet je, ik heb natuurlijk zelf. Ik heb echt zonder hulp. Al mijn schulden zelf weggewerkt. En dat is niet voor niks geweest. Dat, nee, is voor mij echt een leerschool geweest. Echt een, waar ik nu mijn kennis uit kan putten. Ja. En waar ik echt denk van. Ja, weet je, als ik het kan. Dan moet iedereen het kunnen. Ja. Dat is echt een... En ik weet, sommige mensen hebben daar gewoon steun bij nodig. Ja. Ja, en die steun die kan jij zeker geven. Is er nog iets wat je nog iets tegen de kijkers wil zeggen die naar deze video kijken? Van dit is... Of die luisteren, want we maken er ook een audio van. Ja.
Wil je nog iets meegeven? Iets wat ik niet gevraagd heb? Iets wat je nog wilt toevoegen? Of... Ah, dan moet ik wel even nadenken. Nou, wat er ook in je leven gebeurt, hoe moeilijk de weg soms is, er zitten altijd leerpunten in die je later weer kan gebruiken om verder te komen in je leven. En ik zeg altijd, dingen gebeuren niet voor niks. Er zit altijd iets van een leerpunt in. Hoe zwaar het soms ook lijkt of dat je echt denkt van, waarom overkomt mij dit nou? Of waarom zit ik weer in zo'n situatie? Er zitten altijd leerpunten in. En ooit kan jij die leerpunten gaan gebruiken. Ja, mooi. Dankjewel. Ja. En een heel mooi verhaal heb je. Dankjewel dat je het ook wilde delen. Graag gedaan. Ja.